Hoi, ik ben Robin en welkom bij de zesde en laatste aflevering van Robin Small Talk. Man, oh man, wat een seizoen en wat een finale. Dit was echt gewoon van begin tot het eind spannend. Ik heb zo ontzettend genoten, niet alleen van deze aflevering, maar van het hele seizoen. In het begin had ik eerlijk gezegd een beetje mijn twijfels of ik het wel leuk zou vinden. Maar naarmate het seizoen vorderde, ben ik echt van dit programma gaan houden op een of andere manier. Heel goed gedaan, goed in elkaar gezet, iets waar België echt trots op mag zijn. Dan is het tijd om aflevering 8 of eigenlijk meer het hele seizoen te gaan bespreken. Normaal gesproken zou ik de hele aflevering gaan ontleden en de hints en theorieën uit de aflevering halen. Maar aangezien de mol bekend is, ga ik deze aflevering als samenvatting voor het hele seizoen gebruiken. Om te gaan beginnen was het de kleinste groeppoort ooit, namelijk 22.835 euro, waar er gewoon meer als 100.000 euro verdiend had kunnen worden. En de mol was ook de jongste mol ooit. De mol was namelijk Alina met haar 20 jaar. Zo ontzettend goed gedaan door het hele seizoen heen. Ik zal hier een korte samenvatting van momenten laten zien wat in mijn ogen een goede molactie had kunnen zijn en waarschijnlijk ook was. In aflevering 1, opdracht 3, zat Alina in een van de bootjes van de Aquaspeed. Dit is wat Bart hierover zei. Dag nadien, het water. Daar heeft Alina zich in de Aquaspeed gepositioneerd. Moest ik de mol zijn en je ligt daarop, ja, dan laat u ook vallen in zee. Kom aan, man, kom aan! Achteraf gezien was dit een hele makkelijke actie, want dit was een heel zwaar iets voor Bart om de hele tijd heen en weer te moeten roeien, in de hoop dat hij het niet meer zou kunnen redden en moest stoppen met het redden van de kandidaten. Dan in aflevering 2, opdracht 1 en 2. Hier zei ik ook al dat bij de opdracht van de Fradeto-trappen dat Alina een hele goede molpositie had, wat dus nu blijkbaar ook het geval was. En bij de bruiloft zat ik er wel helemaal naast, want het was Alina die Els heel lang aan de telefoon hield, waardoor er twee opdrachten mislukten. Alina staat gewoon altijd in de goede positie om meeste hout uit de pot te halen. Het huwelijksfeest. Ze had eigenlijk invloed op twee verschillende opdrachten. En op die taart te kiezen. En ook op de opdracht van Els en Christian. Dat is al achter. Oh, hallo? En wie spreekt? Ze heeft er wel blijkbaar Els heel lang bezig gehouden aan de telefoon. En Els heeft uiteindelijk ook gewoon opgehangen. Ik ga moeten gaan helpen, baby. Heeft ze lang haar of niet? Daar zat zij in de beste positie om twee proeven eigenlijk on hold te houden. En te doen mislukken. En dan uiteindelijk ook de verkeerde taart gewoon te kiezen. Oh, man. Dit is dan ook heel erg tactisch en niet opvallend gedaan, maar tegelijkertijd viel het juist ook wel heel erg op als je dit zo terugziet. Dan maken we een klein sprongetje naar aflevering 5, opdracht 1, waar ze een bekende Vlaming op de foto moesten zetten. Hier gaf ik in een van mijn eerdere video's van Robin Small Talk al aan dat dit een vreemde situatie was. Bij de paparazzi-proef, we hadden één kans en dat was toen de BV zou instappen. Kom aan, Bart. Nu. Daar zit daar plots een twijgje voor het hoofd van Willy Sommers. Maar die een boom zit daarvoor. Ach, kom, pak het. Dan moet ik ook niet meer naïef zijn, hè. En achteraf gezien is het ook wel logisch. Want Bart had wel een betere positie kunnen kiezen. Maar de plek waar Alina zat, had ze wel volledig zicht op de bekende Vlaming. Iets waar ze geen rekening mee had gehouden. Verder natuurlijk de opdracht op het vliegveld, waar ze heel goed kon mollen. Omdat ze door twee mensen werd aangestuurd. Dan kan je heel goed spelen dat je gek wordt, terwijl je weet wat er had moeten gebeuren en naar wie je had moeten luisteren. En dan gaan we door naar aflevering 8, de eerste opdracht. Camera loopt. Klaar voor sabotage. Zal ze leren, hè, van de mol alleen te zitten. Ik denk ook dat ik naar dit niet veel meer hoef te zeggen. Dit heeft ze echt heel goed gedaan dankzij de onhandige keuze van de kandidaten. En dan gaan we door naar de finale en daarover gesproken. Ik heb, zoals ik al in het begin al zei, nog niet eerder zoiets tofs meegemaakt. Gewoon tot op het einde, op het puntje van je stoel zitten. En dan de bekendmaking, wie de mol is, echt gewoon niets meer dan lof. En het grappige was dat ik wist dat Alina het was, want het moment dat ze zei dat ze het bootje zag en na de reclame zag je ook direct een telefoon inzoomen op het mollogo vanaf dat bootje. Ja, wist ik gewoon van ja, zij is het, dat kan gewoon niet anders. Maar hey, wat in je video zit, blijf ook gewoon zo staan. Ik zat er in ieder geval dus naast en in ieder geval wanneer het volgende seizoen van
De Mol op tv komt, ga ik het zeker weer kijken. Echt zonder enige twijfel. En zal ik hier ook weer een Robbins Mol Talk van gaan maken. Voor nu ga ik het dan ook hierbij laten. Zoals ik ook al meerdere keren heb gezegd, ik heb ontzettend genoten van dit seizoen, van de afleveringen. Ik had er een beetje moeite mee om erin te komen. Maar toen ik er eenmaal in zat, was het echt gewoon zo onwijs tof om dit te zien. En dan ga ik het verder hierbij laten. Ik zeg dan ook bedankt voor het kijken naar deze serie. Vergeet ook niet de afleveringen te liken en te abonneren. En als je meer hiervan wilt zien, vergeet dan ook niet het belletje aan te zetten. Ook als je al wel bent geabonneerd. Zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.